Waar zijn we op weg naar heen, Kief? Vertel even. Naar Hadrouadi. Ja. Dat is een dorpje in de buurt van Al-Husayma. Ik denk dat het zo'n kilometertje of 30. En het schijnt zo te zijn dat 80% van de mensen die daar nu zitten in Nederland wonen. Ik ben benieuwd. Zouden we eens kunnen filmen, denk je? Je weet het niet. Het is ons tot nu toe niet echt goed gelukt om wie dan ook te filmen. يجيب حلو المغرب تجيلو المنضة فهمتي ولا وانا ما كاين لا تقاعد لا يديك لا خليك تخدم تخدم لا ما تخدمش صافي راك جلستي صافي. دابا انت عندك عائلة في هولندا ولا عندي العائلة في هولندا في اوتريخت خوت ولا خوت راهم تما صافي كاين واحد جوج 14 سنة ما جاو لهنا 14 سنة ما جاوش لحقاش ملي داهم بالصغارين تمنيا بيهم مع العيالات وكاين واحد جوج كاين كمي وكاين مشيو هكذا فهمتي ولا ما عندهمش العقل. الوالد ديالك مشى كان تما ودا خواتي كلشي تما وانت ما مشيتش معاهم؟ انا عمرو ما مشيت لا علاش؟ انت كبير واقيلا كان عندي بيسري في الحسيبة في واحد الوقت. شنو كان عندك؟ كان عندي بيسري الحانوت وي دابا هي ديال السكور الزيت وداكشي وقلت صافي خليني ومن تما تحاول تعوض الطاكسي دابا 15 سنة وانا في الطاكسي ياه 15 سنة وانت ما عمرك حسيت اوخ خسارة اللي ما مشيتش معاهم؟ كان عارف ملي مشيت تما احسن اللي لقيت هنا دابا هما لاباس عليهم؟ لاباس عليهم عندهم الطوموبيلات ديالهم عندهم الديور عندهم هادي واحد الوادي. Laten we maar even naar het pleintje gaan. Daar, het café daar links. Ja, zeker. In het café? Volgens mij gaan we ons hier eventjes gewoon opstellen. Nee, spullen. En ben je al herkend? Nog niet. Ook nog geen gillende meiden gezien? Of toch tegen? Ik denk dat er ook jonge mensen hier blijven rondhangen. Bedoel, wat zou jij doen? Al kwam je hier vandaan, als je hier op vakantie was, zou je dan in dit gat? Dat is het. Het zijn een paar huisjes, anderhalve man. En een moskee. En een moskee. En een paardenkop. Ik denk dat die blijven niet rond. Althans, jonge mensen hier niet rondhangen. Oh, die zijn naar de stranden. Nee, echt opwindend is het niet in Hadrouadi. 8 man in een taxi is wel het maximum. Wat doen we hier? Ik begrijp dat onze taxichauffeur zich inmiddels bij Kiva beklaagt over de Nederlandse overheid. Die controleert niet eens waar de AOW-uitkering van zijn ouders terechtkomt. Zijn vader krijgt alles, zijn moeder krijgt niets. En pa heeft al geld zat. Ja, hij krijgt 8000 dirham uit Nederland. Dat is kennelijk zijn AOW, zijn uitkering. En hij heeft ook nog huizen die hij verhuurt en daar vangt hij 5000 dirham per
per maand voor. 5000 dirham is net iets meer dan 1000 euro. Oh, dus hij stinkrijk hier. Ja, bak dat wel. Ja, hij komt Holland. Hij komt Holland. Hoe je maakt deze jezus? Bullshit in Sjoelie. Zijn vader is dus teruggekomen, maar die is hier dus met een andere vrouw gaan trouwen. En heeft zijn moeder aan haar lot overgelaten. De kostwinner krijgt namelijk de uitkering. Ja, ja. Maar heeft het betekend dat hij zijn moeder heeft verstoten? Is dat zo'n verstoten vrouw? Mag ik hem zo verhalen? Ja, ja. En zij is nog wel met hem getrouwd, dus hij heeft nu twee huizen. Kimsje. Hij gaat er gewoon nooit naartoe. Hij heeft er niet verstoten. Het is nog steeds een vrouw. Oh. Hij heeft officieel twee huizen, maar gaat er nooit heen. En geeft nooit geld. En geeft nooit geld. En hij en zijn oudere broer, die onderhouden haar. Oh. Maar het is dus gek, want dat mensen heeft ook in Nederland gewoond. Ze hebben samen in Nederland gezeten. Maar de kostwinner krijgt de poen. En dat heb ik vaker gehoord. En nu moet hij zijn moeder onderhouden. Ja. En hij heeft een vrouw en 3 kinderen zelf. Zijn vader is dus niet de enige, zegt hij. Nee, maar het is het nou ook zo dat hij bijvoorbeeld vanwege die uitkering, vanwege al die poen die hij meekrijgt, dat hij zich dat kan permitteren? Dat weet ik niet. Dat hij zomaar een tweede vrouw kan nemen en met kinderen en weet ik veel. Dat pak ik de mraa achter, want hoe leidt dat erin? En is het dit? Is de tweede vrouw. Oh? Hij is 7 en die vrouw is 15. Kun je, zeg maar, het kon niet. Nee. Dat is stoer. Dat heeft Die is status. Status. Wat zeg maar meer? Hij zegt, nou ja, ze doen daar niks. Ze drinken in Nederland niet, ze eten, ze roken niet te eten. Weet je wel, ze sparen. Heel veel, ze sparen. Als ze hier zijn ze iemand. En hij is niet de enige. Ik ken er wel 100. Van die terug zijn gekomen en zich een nieuwe vrouw hebben aangesmeten. En een auto, en een huis. Ja, de status van de gastarbeider, dat begint op de vakantie, want dan hebben ze geld, dan hebben ze een auto, en dan komen ze hier op vakantie. Dan zijn ze 2 maanden lang, zijn ze hier het heertje. De grote jongen uithalen. Ja, ze hebben een mooiere auto dan iedereen, ze hebben mooiere kleren, ze hebben geld om terrassen uitgebreid te gaan eten. Mm. 13.000 dirham heeft in de maand. Daar kan je goed van leven hier, hoor. Ja. Yeah. Want een stokbroodje kost hier. Schalig op het dier. Kom meer, schalig op het dier. Dirham? Dirham. Dat kost dus. Een kwartje. Ja, 1 dirham. Dus dat is ons inderdaad een kwartje. Zou de hashbusiness nou niet een verleidelijk alternatief zijn voor mensen die weinig geld hebben hier? Want vlak om hen heen zien ze de poenerige rijkdom van de lokale drugsbaronnen. We zitten hier immers midden in de Rif waar vandaan tonnen marihuana worden geëxporteerd. Fluistert men. Ja, maar thuis. Ja, Alex? En nu? Het is gewoon veel te gevaarlijk. Zeg. Tegenwoordig? Ja, tegenwoordig. Want vroeger... Nee, hij heeft er nooit aan gewerkt. Je kan wel heel mooie auto's kopen en allerlei dingen hebben. Maar ja, er komt een tijd die je gepakt wordt en dan kom je toch in de gevangenis.
ezeltje. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dat daar aan de overkant. Zie je hem, dat huis, dat mooie huis? Dat groene? Met die gele... Groene. Ja. Dat heeft een hele grote auto voor de deur staan. En een satelliet in dit dorp. Hey, wie woont er eigenlijk? Ze worden schoonmaak. Vertel eens. Ja? Wie woont daar? Delmin had hij daar, Kibira. Kieskoen van Hollanda. Iemand uit Nederland. Ah. Nou, die heeft veel geld. Hoe is het? Goed, dat is leuk. Mijn interview of zo? Ja. Nee. Ja. Dat zou je niet lukken. Waarom niet? Waar ga ik voor gaan komen dan? In Nederland. Nederland 3. We zijn op zoek naar Marokkanen die uit Nederland komen hier. En weet je waar je dan moet zijn? Nou. Bij Kaleiris. Kaleiris? Ja, die zee daar. Waar komen jullie vandaan in Nederland? Rotterdam. Ben je op vakantie? Ja. Hoe lang? Niet zo lang. Wacht even. Een week of drie? Zo? Ja. Doe dat niet uit, jij. Waarom? Zit hij aan nog? Vind je het leuk? Nee, ik vind het echt niet leuk. Waarom? Het is gewoon een gesprek. Daarom? Snap je? Nee, maar het is toch leuk om een gesprek om de Nederlanders te laten zien? Ja, en ik vond het echt gewoon prettig. Ja. Het is zo grappig, omdat van de week zei iemand van, weet je wat het leuke is van Marokko? In tegenstelling tot misschien andere islamitische landen. Dus dat je hier moskees hebt. Wat? Je omdat je hier moskees hebt, maar je hebt dan bars. En die kunnen best bij elkaar in de buurt staan. En er is niemand die jou verplicht de kroeg in te gaan of de moskee in te gaan. Dat maakt jezelf uit. Nee, maar als je de Marokkaan erover aanspreekt, dan lijkt het wel alsof hij echt 5 keer per dag zijn handen wast. Ja. Aanspreken met je camera in de hand. Dat is weer die... Daarmee ben je een medium wat iets naar buiten brengt. En naar buiten zijn we allemaal oké. Naar buiten zijn we allemaal moslims. Naar buiten biedt iedereen of gaat iedereen bidden of... Assalam. المغاربه اللي في هولندا اغلبيه ديالهم كيجيو من الشمال قلنا حنا غادي نمشيو من الشمال ونشوفو الاصل ديالهم كيفاش كيعيشو تما كون في رخصه ديال الاداره من الرباط اننا ما كاينش واحد شي لا جبناها من المرباط فيقولوا لنا اترافير دو هاي هذه لوطو ديال السيما تمشيو معنا للاداره عندي قيد تمشيو ليه تحت شو مشكلة؟ يا لا بني مش معنا. بموت ما يبون في إيران. أوتوريزير. يا ما كيف أعرف ليش تبقى طالع إني أردت أن أربط. لا مش كده. ما لا هم تريدين. Nou, ik wil het nu wel eens meemaken, hè? Ja. Meestal weiger ik het. Anderhalf uur later laat de twee dorpen verderop uit zijn bed gebelde hulpofficier van justitie ons weer gaan. Nee hoor, de papieren zijn in orde, laat hij na nauwkeurige bestudering van de stempels weten. Dan maar het land in.
op zoek naar Nederlandse Marokkanen. Assalamu alaikum. Kijk eens, Kief. Oh ja, Nederlandse auto. Zullen we hier kijken? Zullen we eens even gaan kijken? We mogen alleen de vrouwen niet nooit filmen, hè? Nee, maar... Ja, zo, dan film ik jou. Van ons het schelen. Ah, ja, 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 ja. Hallo. Komen jullie uit Nederland? Komen jullie uit Nederland? Oké. Let. En gewoon in. Oké. Wat zegt hij? Nog niet naar binnen gaan tot nee. Ze komen. Ja. Jij komt uit Nederland. Jij komt uit Nederland? Ja. Kom je elk jaar? Ja, bijna elk jaar. Bijna elk jaar. Ja. En hier kom jij vandaan eigenlijk? Ben je hier geboren? Of? Ja, hier ben ik geboren. Ja. Wat leuk. Ja. Grappig. Ja. En ben je alleen of ben je met je familie, met je ouders of met je vrouw en kinderen? Nee, bij mijn ouders en mijn vrouw. Dus, maar wonen je ouders ook in Nederland? Nee, mijn vader vroeger wel, maar vroeger. Niet meer. Maar hij is nu weer terug? Ja, hij krijgt uitkering. Dus, Oh ja, dus gewoon geremigreerd? Ja, goed. Dit is goed. Dit is goed. En ben jij ook als persoon veranderd, Shakhsiya dialect? Is dat veranderd sinds je naar Nederland bent? Ja, maar... Alleen... Afkar, hoe Shakhsiya dialect? Dreiro? Ja. Hoe dan? Alleen slechte dingen. Heb je daar alleen slechte dingen? Ja, omdat weet je waarom? Dat mijn vrouw is hier. Mm-hmm. En ik ben daar. Ja. Ik vind dat goed daar, maar zonder mijn vrouw. Het is niks. Het is niks? Het is, alles is weg. Alles gaat weg. Alles moeilijk, alles raar, alles donker. Alles. Ben je eenzaam daar? In Nederland? Ja, alleen? Ja. Heb je wel vrienden en zo? Ja, maar... Maar wat bedoel je met slecht en donker? Ja, dit soort dingen. Dus als je getrouwd bent, jouw vrouw hier, bent bezig daar. Als wat jij doet voor jouw vrouw om hier op mij te gaan, lukt niet. Lukt niet elke dag, elke maand, elk jaar. Het is 4 jaar dat je getrouwd bent. 4 jaar? 4 jaar. Maar je kan geen verblijfsvergunning voor haar krijgen? Nee, het is heel moeilijk. Ik heb een advocaat. Ja, maar heb je werk in Nederland? Ja, ik heb... Je hebt een huis, een werk? Ja, alles. Nee, dan moet je toch gewoon je vrouw kunnen halen? Nee, het is heel moeilijk. Maar zie je Marokkanen eronder doorgaan in Nederland? Omdat ze alleen zijn, omdat ze... Ja. Dat zie je? Ja, dat is ook wel. Zullen we naar elkaar bij jou? Ja, dit soort dingen. Dus de eerste wat... Blowen bijvoorbeeld? Ja, dus... Ja, roken, drinken of snuiven of dit soort dingen, harde drugs. Ja, en geen gokken of zo. Gokken, gokken, ja. En altijd geen geld in de zaak. En alles gaat weg. En alles omdat mensen probeert elke dag om het best te doen. Maar als dat niet lukt, dan... Dan maar gaan vergeten in de vergeten dat jij misschien verslaafd wordt of dit soort dingen dan. Ken je mensen die dat is overkomen? Ja. Ja? Ja. Veel te veel mensen die hadden hun kinderen en hun vrouw achtergelaten. Uh-huh. Ja, alles is weg. Kinderen en vrouwen weg. Ze zijn ook weg. Maar je moet altijd volhouden. Altijd tegenhouden, blijven tegenhouden. Dus heel moeilijk is echt. Ja. Heel moeilijk. Maar ik hoop altijd... En elke dag ik op dat gaat veranderen, gaat wat veranderen of wat. Ik ga nieuws horen over mijn vrouw en ik. Dus. Ik ben nog steeds bezig. Dus. Je blijft altijd, jouw herzien altijd is weg. Altijd denk daar. Je bent nog steeds in Marokko met je hoofd. Ja. Mijn hoofd is nog steeds hier, maar ik ben daar. Mijn lichaam is in de. Je lichaam is daar en je hart is hier. Ja, mijn hart is hier. Dus.
Wat is dit? Is een schooltje? Is een hele lijmer. Iets anders? Idressa of la? Hadi? Hadi een kahwa. Kahwa? Ja. Wat? Het is een café. Oh, café. Wat gaan we zoveel? Zullen we drinken? We mogen kijken. Zullen we over drinken? Ja. Ik heb wel zin in iets. Het ziet er behoorlijk bar uit. Ja, want als je toch eigenlijk altijd op dit soort wegen moet rijden, dan is de stad ook wel erg ver weg. Ik bedoel, er is eigenlijk maar één weg tussen Tangeren en het oosten van het land. Ja, dat is door de Rief. Precies. En de rest is alleen maar dit soort wegen, dus dan is alles erg ver weg. Hoe eenzamer het wordt, hoe meer ik het gevoel krijg gevolgd te worden. Zou die hulpofficier ons voor de zekerheid in de gaten laten houden? Shit, Kief. Marihuana, zeg ik tegen Kiva. Midden in het barre landschap passeren we plotsklaps sappig groene wietvelden. Sumier verstopt achter een erfafscheiding van maïs en riet. Hoe ben je met dokko? Benauwd. Benauwd. Zorg dat. Dok. Ik heb graag geen gaber. Rij hier, daar heb ik het. Hoe lang heb ik een gaber? Zijn ik het hier? Die zeker, die of die plastic ook. Ja, oké. Ja, maar loop pressie. Ah, oké, pressie hoor. Ik die wel oude schapen, oude die kind die shit. Ja, ik in Tsumama kan die niet. Nou, lekker even de huis. Oké, مول الارض لا كنقسموهم ديك الشيء كتقسموهم بالنص ولا لا بالثلث انا انت كتاخذ الثلث جوج القسم كديهم هو على حسب الارض ديالو قسمه كيديها على حسب الماء وقسمه على حسب الارض وقسمه كنديها هنا دابا المخزن كيعملوا لك مشاكل على حسب ياك يسيبوك كتسمى هذه حنا دابا الخاو ياك على حسب الردان ديالو والجميع ديالو والدق ديالو والمخزن كيحط لك المخزن كيقدر يمشي في هذه الشارع لا واخا هذا يشوفها كيحط عليها كيفاش عليها حتى كيبقى يحط علينا على السكان كتسمى على البزنازه وعلى كل شيء علاش دابا هذه صعيبه وخاصكم تخلصوهم ولا لا ما كيبغي الخلاص هو بغى حتى يوصل الوقت ديالو يحط عليهم يديهم هذاك الشيء وصافي ما قدرش يجي لعندهم يجي لعندهم يحبسوك كتبقى بعيد يشوفهم يدخلوا تهرب طهر ما غاديش تمشي لعندهم اللي يحبسوك اذا عبيك المحكمه غادي يحاكموك هذا كيرد المخدر دابا كيستناو هما حتى داك الشيء كيتصاوب معاهم كيعرقبوا ديك الشيء اللي يحصل الله يحسن لهم ايوا القضيه ديال المخزن كتعرف هما كيقولوا في اوروبا كيقولوا احنا خدامين كيقولوا لاوروبا احنا خدامين باش نزولوا داك الشيء كله اييه ما كيديروا والو كيديروا شحال الناس الدراري مشاو فيهم ضحيه yeah. 10 سنين 15 سنه ولكن باقي داك الشيء كيخرج ايوا كيخرج عاود كنخدموا ترافيك كامل ياك ايوا سي باش داك الضغام الى فلتي كيكون مزيان ولا ما فلتي جاي كيقول عندك المخزن ايه لاباس الله يعاون القضيه ديال المخزن الحياه هذه حياه قاسية ولا دابا هذه خدمة الفلاحة ماشي خدمة دابا غير هذاك الشيء اللي كاين في الربا الفلاحة ديال الفلاحة ديال حنا ديال الشعير إذا خسر عليه إلا جيت بيعو ما صورش الصيح ديال
ياه. إيه. صافي دابا الظروف اللي كيخلوك دير داكشي. هاد. ياه. إيوا هذاك كسبنا الإنتاجات شي حاجة كتعطينا أحسن من هذا، ما يحاولوش عليه، ويديني على بلية عاود. هذا دابا ما يقدرش ينجعلو أخو كما كان غادي يكمي. هذا دابا السكر وهو كيف كيف. كيف كيف. كيف كيف. Genoeg om heel Amsterdam plat te krijgen. Jij wil weg, hè, hier? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Oh. Maar ik heb wel zoiets van, dit gaat me te goed. Ik krijg gewoon een heel volledig verhaal. Wat die man weet, legt hij me uit. Ik hoor ze nu een beetje discussiëren. Maar ik heb zoiets dus van, dit gaat te makkelijk. Het kan helemaal niet. Eindelijk gaat er iets makkelijk in Marokko. En ik vertrouw het niet. Oh, oh. Dat is het dus, hè. Dat, over, is dat nou, zou dat nou universeel zijn? Boeren gewoon leuker zijn? Ja, misschien wel. Het is weer. Het zit eronder. Dat is gewoon een pannetje. En als jij een jidek wil, jij baba, jij een jidek. Als we. وياه ديك تسمى ديالي دابا. ياه. ودابا شكون اللي كيهضر مع الناس اللي غادي يشوف داك الشيء؟ انت اللي مكلف بكل شيء. لا. انت غير كتحديها. وكتحديها في الناس اللي خدامين. صافي. كاين الناس اللي كتكلف. كاين الناس اللي كتكلف. هما اللي كيهضروا مع الناس اللي انتوما غير لا هنا كنديروا داك الخدمة كاملة. كاملة. حتى كتوصل حتى كترجع فينا. ولما تكون غبرة شكون اللي كيديها؟ ايوا هذيك الساعة كتدخل فيها الكوميرس. الكوميرس كيدخلوش ملي كاينش لا ديك الساعه تما الكوميرس كيدخل لكن دابا انت كتهضر براسك فلاح ولا كوميرسون واش كيف بالك انت شكلك كوميرس لكن دابا كتشني فلاح يا ولكن عارف انت غير كتجي راسك تدخل فلاح يا دابا كتجي لما كتجي هنا شحال كتبقى المهم هي مثلا المده ديالها هي 4 شهور نقولوا ولا شي حاجه انا ما كيهمش مثلا نجي نكوز 15 يوم 10 ايام نمشي نكوز نهار نكوز ولكن الحياه في تطوان والحياه هنايا كتختلف بزاف ياسي الحياه ماشي غير في تطوان نقدر مثلا اخر ما هنا نكوز هنايا في الريف نمشيو لتطوان نمشيو لجهه اخرى نمشيو لجهه اخرى كل حاجه كل متطور والجو ديالو وهنا يسند داك الحياه لما انا مشيت لتطوان مدينه كبيره وفيها قهوه وماشي غير تطوان وكنمشيو للسبته وكنمشيو عاود السبته ماشي غير تطوان وسير كل جهه وكيفاش نعيش فيها دابا لو ما عندكيش هذا الارض شنو كاين بحال اصحابك تكون جالس على قالك هذول ما عندهمش يمشيو السبته ويمشيو هيدا ويتسالا والو ما يكون عنده معلوم واحد الانسان اللي ما عندوش الدخل ما عندوش ما يدخلش غادي عنده ما يصرف ما عندوش ما يصرف دابا لو دابا تسمع الطوموبيلات تشوف هيدا وتشوف شي طوموبيله ديال المخزن شنو غادي دير؟ هرب دابا؟ لا دابا في هاد الساعه هاد دابا هما جا شنو ندير؟ عليكم السلام بارك الله فيك بخير الله يعطيك الله مشينا؟ طبعا دابا جينا مشينا مشيت صافي انت معايا ايوا انا كنت انت ياك ايوا حاجه وحده ايوا هذا كان هذا الروبورتاج غادي تتفاعل شي قنات اذا من العام اللي ماجي ما غيكونش نهائيا 100% الا تتفاعل الروبورتاج شي جهه العام اللي ماجي ما غيكونش فين غتكون انت تكونش تماما انا غادي نكون راه في تيطون جالس اون شوماج اي شابلي كونجي اون شوماج علاش لان خرج على برا لان الروبورتاج تقال بان برا ابدي راه كاين كيف في المغرب حنا دابا في المخزن كيقولوا بان ما كاينش راه تما كاين قانون بان راه ممنوع اذا الا كان الروبورتاج ديال 97 كيقول بانه كاينه كيف وحنا عارفين بان 97 ما كاينش كيف اذا كونتراديكسيون كيف نقولوا كونتراديكسيون ضروري غنمنعو لان دابا هذه كتحرق شوف فيها الزيت الغلابه ايوا دابا هذه كتحرق كتكحلها شي الا كحلت Ba 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 ba